vanavond voor elkaar hebben gekregen. We hebben in deze zaal ontzettend veel toekomstig talent. Talent al in wat jullie nu doen. Aan charme ontbreekt het jullie niet, aan schoonheid evenmin. En de vergrijzing komt eraan. En hoe de arbeidsmarkt zich ook verder gaat ontwikkelen, die is nu heel erg krap. Jullie worden waarschijnlijk continu geconfronteerd met een soort van doemscenario. Dat de werkloosheid onder jongeren heel erg hoog is. Dat het lastig is om ergens binnen te komen. Dat is zo, maar tegen de tijd dat jullie er klaar voor zijn, zal daar een hele andere situatie ontstaan zijn. Dan zal in deze maatschappij niet alleen maar veel meer gevraagd worden naar vrouwen. Vrouwen die anders op verschillende manieren naar het leven en naar organisaties kijken, omdat ze simpelweg op verschillende manieren grootgebracht zijn in deze wereld. En vrouwen die kennis met zich meebrengen. Dat zijn jullie. Ik had vanmiddag een heel mooi gesprek met een van de voormalige Miss Charm. En dat ging eigenlijk over wat onderscheidt ons dan. Hè? Als je al de schoonheid, charme, kennis, opleiding in huis hebt. En de ambitie, die hebben jullie, want anders zou geven jullie hier zitten. Wat ontbreekt er dan nog? Wat is het verschil? En het verschil is dat vele generaties voor ons in de gevestigde orde een ingang hadden. En wat ik om me heen zie, is dat ingangen, netwerken, noem het een kruiwagen, maakt niet uit. Maar dat die brood nodig zijn. En dat is volgens mij ook wel echt kern van wat deze organisatie doet. Namelijk vrouwen zodanig aan elkaar koppelen dat degenen die al ergens een ingang hebben gevonden. Ik had geen ingangen via mijn ouders. Ja, ingang naar Nederland, en daar ben ik ze dankbaar voor. Dat heeft me heel erg veel gebracht.